Lage rugpijn is pijn onder in de rug. Bij gewone lage rugpijn komt de pijn niet door een ziekte, hernia of ongeluk. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar één of beide benen. De pijn kan er plotseling inschieten of meer geleidelijk ontstaan. We weten niet waarom de een wel lage rugpijn krijgt en de ander niet. Het kan beginnen na overbelasting van uw rug of na een snelle, onverwachte beweging. Sommige mensen lijken vooral last te hebben van lage rugpijn als ze veel stress hebben. Bij gewone lage rugpijn geven een röntgenfoto of scan geen duidelijkheid. Ze kunnen juist verwarring geven, omdat eventuele afwijkingen op de foto of scan zelden iets te maken hebben met de pijnklachten. Lage rugpijn gaat meestal snel over als u zoveel mogelijk blijft bewegen en probeert door te gaan met uw dagelijkse bezigheden. Natuurlijk kunt u tussendoor ook af en toe rust nemen, maar ga als het kan niet een halve dag op de bank liggen. Soms lukt het maar heel moeilijk om te bewegen en gaat u toch het liefst liggen. Het is dan prettig om op uw rug te liggen met een paar kussens onder uw knieën of op uw zij met opgetrokken knieën. Probeer ook dan regelmatig om weer uit bed te komen. Het kan helpen wanneer u een paar dagen pijnmedicijnen neemt. Neem 4 maal per dag paracetamol en als dat niet helpt 3 maal per dag diclofenac of ibuprofen. Die laatste 2 pijnmedicijnen kunnen maagklachten geven. Lage rugpijn gaat meestal binnen 1 tot 2 weken over. Hardnekkige lage rugpijn kan wel eens 6 tot 12 weken duren. Kijk of uw rugklachten misschien door stress of door werk kunnen komen en bedenk of u daar wat aan kunt doen. Bijvoorbeeld regelmatiger leven, veel sporten, goede nachtrust, een goede stoel op uw werk en af en toe pauze nemen en verstandig tillen. Er zit mogelijk een rugzenuw in de knel. Wanneer de kracht in 1 been vermindert, wanneer u door uw been zakt, als u merkt dat plassen minder gemakkelijk gaat of wanneer u opeens urine verliest, en bel dan direct de huisarts. Andere redenen om uw huisarts te bellen zijn wanneer de rugpijn steeds erger wordt, wanneer u na 3 weken nog niet goed kunt bewegen, wanneer de pijn uitstraalt tot onder de knie of als het gevoel in 1 been vermindert.